Maas 64, maas 3L. 64 maas 64 maakt deel uit van het elektrische materiaal van de Nederlandse spoorwegen. Het materiaal bestond uit zelfstandig 4- en 2-delige treinstellen, officieel aangeduid als respectief lieve Pantengen van V. De naam maas 64 is een niet-officiële benaming. Vaak werd het materiaal standaard subtrein genoemd of men dezelfde bijnaam aangeduid als maas 4500 Club. In de laatste lintjaren viel de meer passende naam Apenkop ook wel, maar dit is nooit een breed gedragen bijnaam geweest. Plan 20 jaar lang met 246 stuks, alhoewel er maar 245 lijken aanwezig zijn geweest. De grootste materiaalserie van de Engels tot de komst van de firm. Een aantal drankstellen werd verhuurd aan en ingezet door verschillende regionale vervoerders. Maas 64 is 50 jaar van 1961 tot 2016 op het Nederlandse spoorwegnet in dienst geweest. De tweedelige stellen werden tot 2015 in steeds afnemende aantallen op een klein deel van de geëlektrificeerde baanvakken in Nederland ingezet en waren volgens de materiaalverdeling alleen aan te treffen en op een viertal spoorlijnen buiten de Randstad. Van de oorspronkelijke 246 treinstellen plan 5 waren in december 2531 voor de dienst beschikbaar, die bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling op 13 december 2015, althans op papier, aan de dienst werden ontrokken. Op 30 maart 2016 werden voor het laatst stellen in de reizigersdienst ingezet. Dit betrof de stellen 451, 458 en 482 op een rit van Doornen naar Eindhoven. Sindsdien stonden alle stellen niet meer dienstvaardig buiten dienst. Behalve de 449, 466 en 469 die beschikbaar bleven ten behoeve aan van de afscheidsrit. Deze afscheidsrit vond plaats op 25 september 2016 van Maastricht via Eindhoven, Arnhem, Zwolle en Amersfoort naar Utrecht, Maniema. Na de afscheidsrit van 25 september 2016 werd in Maastricht een actie gestart om de treinstel 449 als museumtreinstel te behouden. In april 2017 werd het treinstel alsnog afgevoerd.